De COVID-19-situatie en de economische crisis creëren een generatie die zich blind staart op geld. Socioloog Kirti Algoe zegt dat deze generatie, doelend op de schoolgaande jeugd, geld ziet als een doel en niet als een middel. Deze visie heeft ervoor gezorgd dat veel jongeren de school hebben verlaten en zijn gaan hosselen. Welke basis geven ze mee? En alles wat nu draait is eigenlijk geld. Niet wat met much money. Zo hosselen en zo hosselen. Dat wil zeggen, je krijgt een generatie die eigenlijk blind staart op geld. En geld niet als middel, maar geld als doel. Weet je, ook die discussie moeten we op een bepaald moment gaan voeren met z'n allen. Toch, als je kinderen opbrengt en je dat ze continu bloot aan zoveel gekissen is als samenleving, toch, waarbij het hebben van macht, het hebben van geld, het doel wordt en geen middel, dan verlies je jezelf als samenleving. Algoe zegt dat door de COVID-19-crisis en de financiële crisis jongeren ook moeilijkheden ervaren om te blijven sporten. Zo gaat volgens haar veel talent verloren. Jongeren schuiven nu hun studie en sporten aan de kant om wat centen te gaan verdienen. Je krijgt die kinderen moeilijk tot niet meer in de schoolbanken. Toch? Het is voor die groep is tussen aanhalingstekens een verloren generatie. Weet je, dus die avondklok is, of, ik noem gewoon even avondklok, maar gewoon die COVID-maatregelen, die komen heel erg hard aan. Er zijn mensen die letterlijk niet meer krijgt op bepaalde plekken meer. En we moeten als samenleving nadenken wat we gaan doen met die groepen. Weet je, het is ook onze taak om onze samenleving te beschermen en verder te brengen. Hoe moeilijk het ook gaat, het is ons huis hier. Verandering is nodig, vooral hoe onze samenleving aan het vergrijzen is.